Bij het Pieter van de Hogeband Zwemstadion is vandaag de 15e editie van de Diving Cup van start gegaan. Het is een jubileumeditie en er doen meer deelnemers mee dan ooit. 170 schoonspringers in totaal van 33 verschillende verenigingen. Het is een belangrijke wedstrijd omdat de springers zich kunnen kwalificeren voor de nationale schoonspringselectie. Er zit ook een ludiek tintje aan de wedstrijd. Ralf Makkenbach, die meedeed aan Sterren Springen, gaat het morgen opnemen tegen Tanja Deksters. Zij won de Belgische variant van het programma. De Diving Cup wordt gehouden tot en met zondag.